الحمد لله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من الصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ومواله. De sheikh heeft als titel vandaag optimisme en aanmoediging. Hij begint met het adviseren van mensen om godsvrees van Allah subhanahu wa ta'ala te houden. Wie vandaag de dag de gebeurtenissen volgt, ziet heel veel ellende. Maar aan de andere kant, de problemen zijn niet van de islam, maar de problemen zijn van de moslims. En de belofte van Allah subhanahu wa ta'ala, de Allermachtigste, blijft dat hij zijn dienaren zal redden en de overwinning aan hun kant zal zijn. Omdat de wanhoop op veel gezichten van zich heeft getekend, vandaar deze khutbah, en zodat onze hoop nooit verliezen. Aanmoediging is ontzettend belangrijk in de islam, want dat was altijd de hoop van iedere kind, de hoop van iedere zieke en een zwakkeling. En iedereen heeft het nodig. En de eerste die ons aangeeft is onze geliefde profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, die aangeeft één keer dat de sahaba veel verschillende verlies hebben geleid in een van de slagvelden. Zegt hij, morgen geef ik de leiding van de moslims aan een man die geliefd is bij Allah en zijn profeet. En aan de andere kant zelf ook houdt van Allah en zijn profeet. En vervolgens vragen de sahaba elkaar allemaal, wie zal die persoon zijn? Dat was om hun aanmoediging, om hun te aanmoedigen en de hoop niet te verliezen. En het aanmoedigen heeft verschillende kanten. Je kunt het doen door financiële steun. Maar je kunt het doen door ook in de immateriële zaken. Dat je zo'n persoon dus ook kunt aanmoedigen. En de bewijzen die zijn ook te vinden in de sunnah van de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Eén keer had de profeet mensen aangemoedigd om sadaqa te geven door een ellende dat de sahaba had getroffen. En daarna zag je mensen hier en daar een klein beetje geven. Maar op een gegeven moment kwam een man met heel veel sadaqa. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam heel blij werd. En zei, wie een voorbeeld, een weg aanspoort, zal zijn beloning en de beloning van iedereen die hem navolgt op de dag des oordeels krijgen. En zo zie jij dus dat het aanmoedigen en het goede voorbeeld geven en de hoop niet verliezen, de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het is ook te vinden in de Koran van Allah subhanahu wa ta'ala. Het was verschillende versen. En één daarvan die aangeeft, wie een goede daad verricht, krijgt tienvoudig, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En wie een zonde pleegt, zal het alleen zijn vergelding krijgen. Met één hasanat krijg je gelijk 10, terwijl je met één zonde maar eentje krijgt. En dat is weer een aanmoediging dat het persoon aanspoort om altijd de hoop nooit te verliezen. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, in een overlevering dat overgeleverd is door Bukhari en Muslim, is aangegeven dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, wie blij is om te zien dat Allah zijn inkomen verruimt en zijn levensduur verlengt, moet zijn familiebanden goed onderhouden. Dus aan de eerste kant wordt je aan jou aangegeven wat je moet doen. En tegelijkertijd wordt ook de hoop aan jou gegeven wat je kunt verwachten. Alleen de namen was voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam genoeg om aan te geven dat de hoop altijd heel belangrijk is. Zoals een van de metgezellen, Suhail, die de profeet zag, sallallahu alayhi wa sallam, en die hij daarna aangaf dat hij vanaf dat moment goede zaken zal tegenkomen. Dus het hoop houden en nooit verliezen, ondanks wat gebeurt, is de khutbah vandaag. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala dat ons daarbij makkelijk maakt. Een kleine mededeling daarnaast, dat er een morgen...